Ja, dames en heren, vanavond in deze uitzending slechts één onderwerp. Hoe kan het ook anders met het nachtelijk kamerdebat nog zo vers in het geheugen? De bom onder het kabinet vannacht is niet ontploft. Het gevaar van een kabinetscrisis is voorlopig geweken. En Den Uyl, die zich zo hoopvol warm liep in de wandelgangen, is teruggestuurd naar het oppositiebankje. Zou dat tweede kabinet Den Uyl er nog wel komen? Immers, vannacht zit sterker in het zadel dan ooit tevoren. Hoe heeft dat toch allemaal zo kunnen komen? Hoe is dat gelopen? Wat is er allemaal gebeurd tussen de val van het eerste kabinet Den Uyl en de laatste geforceerde overwinning van regering Vannacht? Dat willen we u graag laten zien. En daarvoor gaan we eerst terug in de geschiedenis. We gaan terug naar een zeer fatale datum. We gaan terug naar 23 maart 1977. De toenmalige minister-president Den Uyl deelt de Kamer in sobere woorden de val van zijn kabinet mee. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Het is niet aan mij. En zeker niet op dit ogenblik en op deze plaats om uit te maken en uit te meten wie daaraan schuld heeft en wie de verantwoordelijkheid draagt voor dit feit. Maar ik krijg hem nog wel. Vanavond bij ons in de studio, de man die het woord kernwapen niet meer kan horen, onze eigen minister-president, meneer Vannacht, welkom. Het zijn voor u zeer zware weken geweest. U heeft er deze week wat kalmer aan kunnen doen. Nu gaat het gerucht dat u hier bijna niet had kunnen zitten, want het gerucht gaat dat u vanmorgen van de fiets zou zijn gevallen. Is dat waar? Nou, ik zou zeggen... Wie kan dat gerucht beter tegenspreken dan ikzelf? Ik ben namelijk niet van de fiets gevallen, dat is mijn manier van afstappen. Er wordt hier in Politiek Den Haag wel eens gezegd dat u meer verstand heeft van fietsen dan van regeren. Misschien is het aardig om een vraag over uw favoriete wielersport te stellen. Het is u ongetwijfeld bekend... Meneer Vannacht, het is u ongetwijfeld bekend dat Zoetemelk is ingelijfd in de ploeg van Peter Post. Denkt u dat die Zoetemelk nu eindelijk eens kans maakt om de Tour de France te winnen? Nou kijk, ik zou er dit van willen zeggen. En wel het volgende. En dat komt eigenlijk hierop neer. In de wielersport en in de politiek is het eigenlijk hetzelfde. Joop is een goede tweede. Meneer Vannacht, hoe lang denkt u nog eerste te zijn? Nou, dat is weinig van te zeggen. Ik dacht en hoop ook wel tot 1984. Maar waarom juist tot 1984? Nou, dan komt de pauze naar Nederland en die kun je echt niet door Joop laten ontvangen. U zegt nu tot 1984, dat is een zeer belangrijk gegeven. Er wordt hier in de wandelgangen wel eens gezegd, die Vannacht als minister-president, dat is een gebed zonder end. Nou ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar als ik amen zeg, is het afgelopen. Er heeft gisteren in het NRC Handelsblad een bericht gestaan dat u zo in de tijd van de crisis van de kernwapens met de gedachte heeft gespeeld om af te treden als minister-president. Wat of wie heeft u van die gedachte weerhouden? Eigenlijk niemand. Eigenlijk niemand. En dat was voor mij de reden om door te gaan. U
Meneer Van Acht, tijdens dat nachtelijk debat kon u het tweejarige bestaan van uw kabinet vieren. Dat is toch heel merkwaardig, want ik kan me hier aan deze tafel gedaan een uitspraak van u herinneren. Toen was u lijsttrekker van het CDA. Toen verklaarde u dat u dat baantje van minister-president eigenlijk helemaal niet zag zitten. Nu bent u 2 jaar bezig, u bent niet meer weg te krijgen. Hoe verklaart u dan eigenlijk zo'n uitspraak? Nou kijk, laat ik er dan dit van zeggen. Ik honger niet naar macht, maar ik heb wel trek. En dan zouden de Russen onder bepaalde omstandigheden bereid zijn hun raketten tot achter de Oeral terug te trekken. Ik moet u eerlijk zeggen, daar zou dan van NATO-zijde niets tegenover mogen staan. Ik moet u eerlijk zeggen, op zijn zachtst gesproken vind ik dit een weinig realistisch standpunt. Nu heeft uw welbekende heer De Nuil tijdens de laatste... Zeer bekend de naam. De naam komt mij zeer bekend voor. De Nuil dus, die ja, heeft tijdens... Ja, ik weet precies wat ik bedoel. De Nuil die ja. heeft tijdens de... De heer De Nuil, diezelfde heer De Nuil, die heeft in een van mijn eerste kabinetten... heeft hij nog stage gelopen. Hij bracht de glaasjes water en die waren toen al half vol. De Nuil is heel bekend. De Nuil dus, die heeft tijdens de... We gaven hem een bijnaam. Wij noemden hem in die dagen Jopie Slim. Als ik hem vandaag zie, denk ik, het is meer Dickie Bigmans. Hij heeft dus weten te bewerkstelligen dat er voor de komende regeringsperiode op het departement van Defensie drastisch zal worden bezuinigd op dat departement. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? Nee, in mijn functie van secretaris-generaal van de NATO mag ik mij zoiets niet permitteren me dat voor te stellen. Ik stel dat ook weer uit, hoor. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb deze kwestie kort geleden nog besproken met mijn vriend Mitterrand. Mijn vriend Mitterrand, u weet, de president van de Franse Republiek. Le président de la République française. J'ai parlé avec ce président et nous parlons de toutes les choses célèbres. La différence contre mon ami Mitterrand et moi, c'est très grande. Il est gauche et je suis droite. Il m'a dit... weet ik veel. Dames en heren, u zult wel denken, wat heeft Jantje Pelleboer daar nou weer op de arm zitten? Ja, maar dat is koning Winter, want we zitten op het ogenblik, zijn we al dik in de greep van koning Winter. Dat is in de laatste 139 jaar is dat niet gebeurd. En we hebben op het ogenblik veel te verwachten van koning Winter, want er komt een lage drukgebiedje op ons aan. Gevolgd door een hoger drukgebiedje met hagel, ezel, sneeuw en alles door elkaar. En dat valt allemaal in de weekend, dus je kan vandaag aan de schaatsen kunnen weer in het vet gedaan worden. Mijn grootmoeder van verder zee had toch wel gelijk. Die zei, Nederland is een mooi land, maar het moest overdekt wezen. Corrie en Wim Kan hadden zelf geen kinderen. Maar Wim Kan kon zich heel goed verplaatsen in de wereld van hun vader en zijn dochter. We willen alles nou, en juist op een avond als nu zit ik denk van ze denken, kinderen zijn ook niet, die zijn niet meer thuis ook. Kinderen zijn niet meer thuis te houden, echte kinderen zijn er niet meer. Ze zijn allemaal volwassenen in de dop en zo.
Hoeveel ouders zitten er vanavond niet te denken, waar is Beb nou, zal ik maar zeggen? Waar hangt Herman nou uit? Weten ze niet. Zou ze nog eens bellen of zo, hè, op zo'n avond? Ze weten van tevoren, ze bellen niet. Wordt niet meer gebeld, dat is niet zo. Ze zijn weg ergens, niet? Een vriend van mij heeft een dochtertje van 15, die heeft nou al aangekondigd dat ze deze aanstaande zomer wil ze niet meer met pa en ma op reis. Nou, je kent het wel. Sta je er mooi op, hoor. Je gaat kamperen met een vriendin. Blijkt dan achteraf een vriend te zijn, natuurlijk. Maar dat kan je nergens aan zien. Nou ja, zij komt er op den duur achter, natuurlijk. Begrijp je ook wel. En pa verdedigt zich nog een beetje moedeloos. Zegt hij, niet doen en weet ik veel. Maar vader is een belachelijk geworden. Het wordt in 1980 nog erger. Vaders. De vader zegt, wat ga je doen? De dochter zegt, kamperen. De vader zegt, met wie? Met Koen. En waar zijn dan je kleren? De dochter zegt, je hoeft daar niks aan. De vader zegt, waar is dat dan? De dochter zegt, ik weet niet precies. Ik geloof tussen Saint-Tropez en Nice. Daar gaat ze dan. Ze zegt, zo lang. De vader denkt, ze is nog zo jong. Alleen met Koen en Saint-Tropez. En helemaal geen kleren mee. De vader zegt, ga je heen? De dochter zegt, naar het zuiden. De vader zegt, met Bas? Alleen? Je haalt niet eens in Muiden. De dochter zegt, niet over zee. We gaan over land. Een Turk gaat mee. Een Turk? Ja, een vriend van Bas. Vrachtchauffeur. Ze staat al half in de deur. Waar gaat ze dan? Naar het verre doen. God weet, misschien naar Istanbul. Of toch naar Tanger, over zee. Alleen met Bas en zo'n Turk mee. Zo zitten 100.000 pa's, vol zorgen, diep van binnen. Helaas, 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 ze kunnen niets beginnen. Want dochters zijn, zoals de maan, wel mooi, maar ver van ons vandaan. En wie ze niet heeft, weet zo goed en zo precies hoe alles moet. Maar wie ze wel heeft, zegt van haar, ach, het is mijn dochter en laat nou maar. Dochtertje, wat ging er toch verkeerd? Kleine meisjes worden groot, dat heb ik wel geleerd. Sneeuwwitje en Roodkapje, Heer Olle en Tom Poes. Maar de allerverste horizon is nog niet ver genoeg. Geen rugzak mee, geen koffers mee, dat is niet naar de zin. Alleen een heel klein doosje mee met een pilletje erin. En zo trekken ze dan de wijde wereld in, omdat ze ergens ver weg de oudejaarsavondklokken hebben horen luiden. En nu in het nieuwe jaar dan eindelijk wel eens willen weten waar al die klepels hangen. Hun ouders in dodelijke ongerustheid achterlaten, soms terecht en soms ook geheel ten onrechte. Een vriend van mij heeft een dochtertje van 6 jaar. 6 jaar. En die hebben ze gevraagd wat ze voor de kerstmis wou hebben. Dat mocht ze opschrijven. Nou, dat was geen verlanglijstje, dat was een eisenpakket.
En dan geef ik u te raden wat er bovenaan, wat haar eerste wens was. Kind van 6 jaar, die vroeg om de pil. Die ouders zijn ze kapotgeschrokken. Ze zeggen, de pil, wat wil je daarmee doen? Ze zegt, nou, ik heb nou 3 poppen, nou is het wel genoeg.